Als je niet meegaat, dan blijf je achter. Dat is ook niet goed. Je moet gewoon meegaan, weet je wel. Dus gewoon, je kan wel zeggen van, vroeger was het beter, dat doe ik niet. Maar hoezo, weet je wel. Hoezo. COVID natuurlijk, de disruptor zoals we dat zo mooi zeggen, omdat we allemaal thuis gaan zitten. Het heeft te maken met de sluiting van de Piet Hein tunnel. Ja, en het derde is het nieuwe gebouw wat we gaan bouwen in Amsterdam en over Amstel. Super tof pand eigenlijk gaan we daar neerzetten. Dus dan moet je wel voor andere dingen gaan kiezen. Mensen die uit de auto stappen, die gaan per saldo meer bewegen. Die moeten lopen, die moeten fietsen. Dus vitaal gezien is het ook nog eens een hele grote winst voor mensen. Ja, was misschien wat klassiek of wat conservatief ingericht op één vervoersmiddel. En er werd heel erg van uitgegaan dat je dus 4-5 dagen per week naar kantoor reisde. Nou, en dat is niet meer van deze tijd. Door alle redenen die ik eigenlijk net genoemd heb, moet je dat gewoon anders gaan inrichten. Zij hebben een enorm netwerk van partijen waar ze mee samenwerken. Ja, super fijn. Subsidieregelingen van gemeentes, andere bedrijven. En dat is fijn van zo'n partij als Bereikers. Ja, die snappen goed wat je wil, wat je nodig hebt en wat voor partij daarbij past of zou kunnen passen. We zijn nu bezig met zorgen dat budget technisch klopt. En in de tussentijd zijn we aan het kijken naar als we wat gaan doen, wat is er dan allemaal op fiets? Wat is er dan allemaal op privé? Wat is er dan op auto? Zodat we straks ook echt door kunnen gaan. We denken heel snel, oh ja, tof, fiets. Hè, we gaan een fietsplan maken en dat gaan we dan implementeren. Maar een hele plan, dat kost echt wel wat tijd. Je moet de directie meekrijgen, je moet je mensen meekrijgen. Echt wel gedragsverandering, wat je de mensen door moet laten maken. En dat is best wel erg spannend. Zorg dat je alle afdelingen ook erbij betrekt. Niet alleen maar een HR mobility feestje. Zorg ook dat je IT betrekt bijvoorbeeld, dat je de business zelf goed betrekt. Ga nooit uit van je eigen aannames. Misschien is dat ook wel een goede nog.